De hele week kunt u bij ons terecht, bij RTV Utrecht aan de Hengeveldstraat 29. Waarvoor? Nou, om deze producten langs te brengen. Houdbare producten die o zo gewenst zijn door de voedselbank. Vanmorgen vroeg druppelden de eerste mensen al binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk eens even. Nou, kijk even meteen, Joep. Er staat van alles op en daar zijn we natuurlijk zo ontzettend blij mee. Dit is echt heel hard nodig en waar we heel blij mee zijn, en dat komen de mensen gelukkig ook met veel brengen, is de pasta, blikgroenten en soepen. Want wat wij van onze klanten meekrijgen is dat ze daar eigenlijk de meeste combinaties mee kunnen maken met eten. Dus daar kan je nog vrij gevarieerd mee eten. Halen ze vaak van internet af een of ander recept. Dus ja, als dat gebracht wordt, daar zijn we blij mee. Maar natuurlijk eigenlijk met alles wat gebracht wordt. Ja. Ik zie dat u best wat bij u heeft. Ja, ja. Heel bedoeld om de mensen toch weer een leuke dag te bezorgen. Hartstikke. Mensen zoals jij, die hebben we gewoon heel hard nodig. Dank je wel alvast. Ja, succes jullie. Nou, ja. Hartstikke. Ja. Dank je wel. Peter, ik ben heel blij dat jij hier bij ons bent. Goedemorgen, want jij bent iemand die bijvoorbeeld gebruik van de voedselbank maakt. Ja, al lang. Dat klopt. Nu ongeveer 2,5 jaar. En het is al toch de vraag die iedereen wil. Hoe komt het zo dat je daar gebruik van moet maken? Bij mij persoonlijk is het zo geweest dat ik reuma heb. En dat speelde al langer mee. Daarbij kwam dat ik gescheiden ben sinds 3 jaar. En daardoor wordt je inkomen dusdanig gereduceerd dat je van andere dingen gebruik moet gaan maken. En in mijn geval was dat de voedselbank, waar ik zeer blij mee ben. Want daardoor kan ik wel gewoon de maand volmaken. En dat is met een dochter van 4 wel belangrijk. Wat bent u allemaal komen brengen? We hebben gebracht even appelmoes, doppertjes, een tray appelmoes, tray doppertjes en een tray mais. Wat heerlijk, fijn, dank u wel. En nou genieten van een kopje koffie, hè? Ja, heerlijk. Ik vind, wij hebben het goed en mogen de andere mensen het ook goed hebben. Ik ben ook heel blij dat de collega's van de sport weer even deze actie ondernemen. Nee, wij mogen hier niet in achterblijven en ik wil bij deze iedereen die dit nodig heeft een hele fijne kerst wensen. En wij hebben het met z'n allen heel graag voor u gedaan. Hartstikke goed. En dan gaan wij, dan moet ik je nog één laatste ding vragen. Jullie moeten snel een uitzending beginnen. Kunnen we dit met z'n allen nog even overhevelen naar... Jawel, ik help ook mee hoor. Ja. Maandverband. Hopla. Jongens, sportredactie. Spullen. Hoe kun je nou met deze producten die je dus ook in die voedselpakketten tegenkomt, hoe kun je daar nou iets moois van maken? Maar nou denk ik, als je dan chef-kok bent, dan is dit best wel een omschakeling. Is dit eigenlijk wel een uitdaging? Dit is juist een uitdaging, want de meeste koks zitten vastgeroest aan wat ze kunnen, wat ze geleerd hebben. Mooie situaties creëren, mooie menus samenstellen. Ga nou eens kijken wat er is en maak daar wat van. Keukenkastje? Ja, uit het keukenkastje. Ik woon nog thuis bij mijn ouders, maar we hebben natuurlijk spullen staan. En ik heb maar wat meegenomen, want alles was welkom. Ja. Dus vandaar. Ik heb eten gehad en heel wat babyspullen. Kijk, dat is toch... Vorig jaar vond ik het zo schrijnend als mensen zeiden... Ja, ik heb niet een shampoo om de haren van mijn baby te wassen. Er zitten een paar van bij. Ik vind het juist leuk om te laten zien dat je met zulke minimale middelen zoals dit... zo lekker kunt koken. Want iedere zichzelf respecterende kok, die moet dit kunnen. Je kunt er met volgekoude receptuur koken, wat je allemaal op de kokschool geleerd hebt. Maar je kunt ook zeggen van... ik ga wat onconventionele spullen gebruiken en ga daarmee oefenen. Maar ik denk dat niet iedere conventionele kok, ik denk dat iedereen dit wel een beetje zo kan, toch? Ja, iedereen kan dat. Ja. Dag 1 is achter de rug. We kunnen het een succes noemen. Maar liefst 40 kratten zijn gevuld. We zijn er blij mee, maar we willen nog meer. 'S Middags vanaf 12 uur, dan ontvangen wij u heel graag hier weer aan de Hengeveldstraat 29.